Multimeter shootout. Shootout. Welke multimeter geeft die meest accurate waarde? In deze video ga ik heel even die drie multimeters vergelijken. Dit is weer uw Hollander met Zuid-Afrikaans accent van Alice Ras in Zuid-Afrika. Wat we gaan doen is deze voltage meten op deze multimeters. Welke van deze multimeters zijn het meest accuraat? Als ik even die voltage ga instellen, bijstellen, op 4.42 volt. Nu kijk naar die meting. Die Helix geeft een goede meting, bijna accuraat. En nu is die Arning ook daarbij gekomen. Maar die Tassie geeft niet de juiste waarde. Nou, niet exact, want deze is wisselt tussen 4.4 en 4.2. En die wisseling kun je ook hier zien. Zodra die voltage wijzigt, dan zie je dit ook op deze meter. Labvoeding is ingesteld op 4.12 volt. Ga ik hem aanzet. Zij levert nu eigenlijk 4.13 volt. Dat is net iets meer dan gevraagd. Laat even kijken als ik die voltage ga meten. Deze Helix leest 4.13. En als ik kijk naar de meting, hier is 4.13. Dan doe ik op deze multimeter, die Tassie, die zegt 4.10 en de Arning zegt 4.12. Bijna gelijkstaande, ja, ze zijn heel erg accuraat. Dit is, maar als je een beetje precies is, dan is het deze niet goed. Dit was dus even een korte videoclipje voor vandaag. Om multimeters te vergelijken. Nou, niet helemaal te vergelijken. Maar wil je meer zulke videoclips? Klik hier en klik hier. En geef een duimpje. Het wordt heel erg gewaardeerd. Doei!